Deze nieuwsuitzending, dat is Bijbelgedachten over de trooster. Die vorige kon ik niet helemaal goed afsluiten, want ik moest ontzettend nodig mijn blaas gaan troosten. Die zat erg te klagen van, oeh, ik zit helemaal vol. Maar dat is nu voorbij. Ik ben opgelucht. De trooster. Een begrip dat er niet om ligt. Hè? Je hoeft dat niet uit te leggen. Iemand die troost biedt, die is een opluchting voor zijn omgeving. En dat gaat dan via Christus Jezus. Alleen dan komt het begrip de trooster aan je toe. Je zal Christus Jezus moeten accepteren. Als hoedanigheid. Want het was zijn sterven dat noodzakelijk was. Om de trooster te laten komen. Als Christus Jezus uit was gegaan als een vuurpijl, net als Elvis Presley. Als een obese, totaal gedrogeerde oude man met een buik. Ja, obese en een buik. Maar die niet meer zo goed swingen kan. Nee, het moest op dat 33e jaar moest dat zijn. En de Heilige Geest, dat is de trooster. En de Heilige Geest, dat is een fenomeen dat mensen die trooster zijn, die kunnen elkaar herkennen. Die spreken dezelfde taal. En die vormen een cordon van troosters. En de troosters kunnen elkaar dan ook weer gaan troosten. Als een trooster, de verkeerde mensen heeft getroost. Zeg je, ach jongen. Dat overkomt ons allemaal wel een keer. Mijn dochter die kwam dan thuis. Van potverdorie. Op deze manier dreig ik te blijven zitten. Zat ze in HAVO 3 of zo. En mijn dochter die heeft een jaar overgeslagen in het primair onderwijs. Ze keek zo op naar haar. Ik zeg, ja, nou één. Ja, zusje, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zeg, ja, waarom niet? De hele tijd loop je hier. Blablabla, morgen tentamen dit, overmorgen dat, dit. Het is een nieuwe vorm van onderwijs. We geven de kinderen geen onderwijs meer. Nee, we gaan ze eens in de 3 dagen gaan we ze toetsen. En werkstukken laten invullen. Zeg, dan doe je toch lekker een jaartje kalm aan, man. Dan weer aan de hand. Ja, maar... Ja, als jij zelf zo graag wil. Maar van mij hoeft het niet, hoor. Maak mij dat. Ik was nog steeds aan het bijkomen van de schok dat ze niet naar het gymnasium wilden. En dan zakken we af tot blijven zitten in HAVO 3. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Gaat om dat meska. Die moet een beetje happy zijn. Nou, zij zei, ja, ik wil overgaan. Nou ja, dan probeer je dat. Zeg maar, als het niet lukt, is er niks aan de hand, hoor. Dan gaan we er geen problemen van maken. In ieder geval, ik niet. Doe je maar een jaartje kan allemaal. Dan zat het hartstikke moeilijk met die scheiding. En ja, dat is eigenlijk allemaal.
Nou, niet alleen voor mij, maar ook voor haar. Kindje. Nou, het heeft wel geholpen. Ze is overgegaan. Dus er is niks aan de hand. Mooie cijfers bij het afstuderen. Toen begon ze een kappersopleiding. Toen dacht ik van, wauw. Dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Hoor. Dat is wel 2 jaar of zo. En daar is ze dan mee gekapt na een half jaar. Nou, daar zat de moeder achter, hoor. Dat geef ik je op een broodje. En ik pissig. Nou, niet tegen haar, hoor. Maar inwendig wel van, nou, oh, nee, niet weer. Maar niet lullig over gedaan. Ze heeft een tijdje thuis gezeten en toen kwam ze mij vertellen dat ze werkte in de supermarkt. Toen dacht ik, oh, wat leuk. En ze had een tijdje gedaan. Toen had ze wat geld verdiend. Eigen houtje op vakantie gegaan. Nou, vind ik ook leuk. En nou doet ze een opleiding voor de pedagogische hulpverlening. Of psychiatrische hulpverlening. Zoiets. Ja, het is mooi, want ik denk van ja, wat mij betreft dat je naar het gymnasium moet gaan. Ja, ik ga er verder niet over zeiken. Geen zin om te zeuren over verspilde melk. Komende zaterdag viert ze haar verjaardag met mijn moeder. Ze krijgt van mij een zak snoep. Met theezakjes, met een witte thee. Vindt ze wel lekker. En voor de lol doe ik er 2 strippen paracetamol in. En een sticker erop met haar. Surprise. Kijk of ze moet lachen. Maar mijn dochter is een erg serieuze. En gaat goed haar eigen gang. In die zin een hele goede relatie tussen haar en mij. Niks aan de hand. Maar ik heb er wel moeten troosten. Dat wel. Jankend op de bank, man. Had de moeder weer wat uitgevraagd, hoor. Was een hummeltje dan maar janken. Was het 12 of zo? 13. Mama. Ik tegen haar van, nou, dat hoeft mama helemaal niet te weten. Wallen ze het zo op. Ik stuur haar een sms, oké? Okay? Dan maakte ik een sms en dan riep ik haar naar mijn kamer. Ik zeg, dit gaat wel verzonden worden. Oké, zei ze. Ja, zei ze, doe dat maar. Huppakee, dat bericht eruit. Ja, de moeder is ook niet zo knijs. Die moet je precies de verkeerde kant op sturen. En dan is er niks aan de hand. Wat niet weet, wat niet dicht. Als een meisje een beetje de vrije teugel geven. Dat zei de orthopedagoog tegen mij. Gerard Rotteveel is nou met pensioen. En ik vertelde hem van dat ik het idee had dat mijn kind depressief was. Daar ging het om. We eerst met de telefoniste gesproken. Dit is het ding. Ik wil graag even langskomen.
Nou, Gerard vroeg mij dus van, nou, waar baseer je het op? Wat is er aan de hand? Ik zei, nou, dit is gebeurd, dat is gebeurd, zo is gebeurd, zo is gebeurd. En Gerard zo van, oh, milieu. Ja, ik denk dat jij gelijk hebt. Zeg maar zo. En wat moet ik doen? Nou, zei hij, geen hulp zoeken. Want dan raak je het contact met je kind echt kwijt. Zoals die Amerikanen zeggen, do not cry wolf. Maar dan in een andere betekenis van het woord. Hou het onder de klep. Als jeugdzorg hierachter komt. Dat is één grote scheidszaai. Want je trekt aan het kortste eind. Je krijgt hooguit iets als laster of zo aan je broek. Ja, en dan ben je het contact met je kind kwijt. Dus low profile, alsjeblieft. En het andere was niet laten vernederen door die vrouw. Iedere dans ontspringen. Op rare e-mails van haar niet ingaan. Ieder woordje wat je aan haar communiceert, dat weeg je op een schaaltje. Geen vriendschappelijke uitwisselingen van platitudes. En laat je zeer zeker niet vernederen in bijzijn van je kind. En die andere was erg goed. Ze zei, ga met haar wandelen. En dat heb ik gedaan. Wandelingen van 15 kilometer of zo. Dat is erg leuk. Dan heb je het nergens over. Lekker naar Driel gewandeld. Leuke wandeling. Heeft ze foto's gemaakt onderweg met haar iPad. Ja, dat is een portret, man, die moeder. Zo, dat net. Dan zegt die moeder tegen haar van, ja, tussen 6 en 7 gaan we eten. Zorg dat je op tijd bent. Nou, is mijn dochter netjes om 5:30, 6:15 is het thuis. Huis helemaal donker. Nou, om 8 uur is er nog steeds niemand. Nou, gaat ze maar eens wat pasta koken. Zo, met pesto. En dan komt de moeder thuis om 9:15 met 2 dozen pizza van de supermarkt. Doe de oven maar snel aan. Dan vraag ik mijn dochter van, ja, ben je dan niet boos? Nee, zoals onze mama die kreeg na de mededeling dat ik al gegeten had, kreeg ze een onmiddellijke aanval van, hoe noem je dat? Ik helemaal scheel schiet van de koppijn. Migraine. Vermengd met misselijkheid. Ja, zei mijn dochter, dat vond ik al straf genoeg. Zo. Ik weet niet hoe ik haar verder kan troosten. Beetje aan het lachen maken. Ze moet het huis uit. Dat is erg belangrijk. Het is wel leuk geweest hoor, dat werk in de supermarkt en de kappersopleiding niet afmaken. Maar het heeft er wel een jaar gekost. Dus in mijn schema had ze nu in het tweede jaar gezeten van een universitaire opleiding.
ergens in Stuttgart of zo. Dat is een slimmerik, hoor. Stressvogeltje, dat is het wel. Maar getalenteerd. Een getalenteerde stressvogel. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat aflopen. Naar mij luistert ze niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb de laatste maanden terug haar gezegd van, nou, ik kan regelen dat jij voor 3-4 maanden of zo kan je wonen in het Hotel Bos. Nee, de Brigant heet het tegenwoordig. Er zit een woondeel bij. Heb je een woongroep? Ik ga lekker weg bij je moeder. Ja, heb ik niet gezegd, maar. Wat idee zat erachter. De moeder is een druktemaker. En die depressieve toestanden. Nou, ja, dat is denk ik niet echt weg of zo. Hoor. Sterker nog, zij is uit vrije wilde op therapie gegaan en daarna weer. Ja, maar zit alweer op therapie. Ja. Ja, maar het helpt allemaal niet. Ja, dweilen met de kraan open. Dus ik probeer het maar een beetje. In haar geval. Ik heb niet zoveel mogelijkheden. Het is jammer, het is jammer, het is jammer, maar helaas. Dat is ook in die tijden dat we dan die ouderschapsovereenkomst hadden. Een partij geld gekost, man. En een uren. En jeetje, man. En die advocaat maar blij glimlachen. Wil je nog een kopje thee? Ja, ja. Lekker beuren voor je kopje thee. En daar waren we overeengekomen dat er dan wettelijk hoe dingen ze normaal voorstellen of zo. Dat 1/3 van de tijd zou mijn dochter bij mij zijn. En er komt een afspraak uit. In de praktijk dan, hè? Waarin er dan elke week werden er van mijn uren zoveel afgeknibbeld. Dus dat heb ik tegen mijn dochter gezegd. Van, ja, kijk. Je vader heeft een contract met je moeder. En er staat zoveel procent. Nou, en als we nu uitrekenen in het aantal uren wat je bij mij bent, dat is helemaal niet zoveel procent. Dat is 28% of zo. Dus. En het enige wat jij hoeft, wat ik kan regelen. Ja, is het dat ik de onderhandelingen open. En dan kom dan een keer een vrijdagavond al naar mij toe. En als je dan het weekend bij mij bent, dan kom je uit school, even je spullen opvissen, en dan kar je door op je fiets naar mij. En dan vieren we lekker vrijdagavond bij mij. Dan mag je een filmpje kijken. Mijn beamer die deed het nog in die dagen. Dat maakt me niet uit. Of het is vrijdagavond. Maar is er nooit op ingegaan. Ja, en wel hoor ik dan dat ze dan... dan kijken we naar Flikken Maastricht. Dan denk ik, jezus. Nee, daar word ik geil van. Ik had ook nog een setje gemaakt van 3 dvd's voor haar. En dan geheime enveloppen. En dan een beetje magische beschrijving. Zo.
En dan op de achterkant van de envelop een soort eet- en drinkvoorschrift. Was er ook eentje bij, want daar moet je muntdropjes hebben met groentjes en Coca-Cola of Fanta. Dan is er niet op ingegaan. Dat is jammer. Ik vond het wel leuk georganiseerd. Bedacht dan. Hè? Is er dan te schuchtig voor? Of zo? Ja. En dan wel bij mama zitten. En dan Holland's Next Topmodel kijken. Want daar speelt iemand in en die... ja, die kent hem dan. Dan denk ik, ja... Het is een beetje onbereikbaar. Dan raak je die uren kwijt met je kind. Wat moet je er dan nog voor doen? Hè? En aan de ene kant vind ik het prima dat ze zo dat ze van mij los is. Aan de andere kant, ze is niet los van haar moeder. Dus het is een beetje halve losheid. Ga dan echt de deur uit. Een beetje van me afgedreven. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat... dat het komt door iets wat ik gedaan heb. In concrete zin dan. Ik kan me niet voorstellen. Ja, de fut was eruit. Ze had zo'n kinderkamer bij mij. Dan mocht ze alles van mij. Paars en donkerblauw. En dan met gifgroene accenten. Dat is echt heel belachelijk grappig. Grappige gordijnen erin. En een rattenkooi. Dat is wel een leuke kamer. Eigen bureautje. Een echte bureaustoel. Allemaal heel simpel, van de IKEA. En toen kwam haar puberteit. En toen keek ze naar de eigen kamer. En toen dacht ze, nee, dit kan niet, dit is een kinderkamer. Ze hing helemaal vol met plaatjes. Eekhoorntjes, een poster van Donald Duck. En al die rotzooi was weg. En toen moesten die muren moesten wit worden. En toen ging de fut eruit. Toen ging het uit met haar eerste vriendje. De eerste vriendje, die heel aardige jongen. Hele timide jongen. Mag wel een beetje meer... ballen krijgen. Maar dat kan niet wel. Komt wel goed. Ik had graag zijn schoonvader willen zijn. En dat ging uit. Ja. En toen is er iets gebroken. Ik zou bij God niet weten wat. Ik heb haar laatst nog een mooi cadeautje gegeven. Een vulpen. Met zo'n ouderwetse balletje. Dat je het inkt erin moet zagen. En dan twee potjes inkt. Zo paars en blauw. Rood en blauw. En dan kan je paars mee maken. Verschillende tinten. Een mooie vulpen. Niet al te duur. Goed merk. En lekker simpel van constructie. En die potjes inkt, die kan je overal kopen.
Dat vond ze wel een leuke dag. Voor de rest, ik heb een keer met haar ben ik uit eten geweest. Heel simpel, was wel leuk. Maar ja, het was heel... zo'n vluchtig moment. Ja, ik kan wel even, maar om 7:30 moet ik weer weg. Ja, ik heb het druk. En dan vroeg ik ook een tijdje terug aan haar van... ja, hoeveel tijd van jouw drukte tijd is leisure tijd? Nou, dat is een aanzienlijk percentage. Gewoon druk zijn met niks, hè? Druk zijn met socializen. Oh, we zijn klaar met school. Ja, dan gaan we nu. Ja, meisje, dat is hem niet helemaal. Een beetje te druk. Dat doet me denken aan haar moeder. Ja, hoe moet je dat tegen iemand die druk doet zeggen? Doe niet zo druk. Dan zegt hij van, hou ermee op. Want die mensen zijn druk. Hij ziet ze maar eens rustig te krijgen. En dat is de taak van de trooster. Om al die drukke mensen tot rust te brengen. In je naaste omgeving, by the way. Let er maar eens op wie er druk is. Meestal hebben ze wat, hoor. En moeten ze getroost worden. En stuur ze niet met een klauwtje in het riet in. Wel een beetje fatsoenlijk helpen. Maar als iemand nee zegt, dan, ja, dan is het voorbij. De moeder van mijn kind, die heeft een joekel van een jeugdtrauma. Dat is geconstateerd door professionals. En ik vermoedde het al een hele lange tijd. Nou, tegen haar werd gezegd van... mevrouw, u heeft een ernstig jeugdtrauma. En u moet zo snel mogelijk... naar de officiële hulp. Nou, toen heeft die moeder gezegd... fuck you. En niet tegen die mensen zelf, hoor. Tegen mij, ja. Nou, ik zei, nou... wat denk je ervan? Nou, zei ze, dat ga ik echt niet doen. Sterker nog, ze zei... Het ging niet over mij, het ging over jou. Jij hebt een ernstig jeugdtrauma. En jij moet zo snel mogelijk naar de psychiatrische dokter. En ze keek dwars voor zich uit. Ik heb gesproken. Ik ben klaar. Ja, hoe kan je zo iemand hulp bieden? Iemand die er zo over denkt. Niet te doen. Je moet je hulp richten. En je moet blijven proberen. En ik in mijn geval, omdat een kind in het spel was... heb ik die moeder zo lang mogelijk proberen te troosten. Maar dat ging helemaal niet. Zelfs toen ik dus in totaal heb ik 8 professionals erbij gehad. Inclusief stagiair, 1 stagiair. Maar het hielp allemaal niet. En met die mensen moet je erg oppassen. Als trooster. Die mensen die...
met aandacht van anderen. Omgaan alsof dat gratis is. Die mensen moet je geen aandacht geven. Geen tijd en aandacht. Want ze denken dat het gratis is. En daar kom je snel genoeg achter. Iemand vraagt wat aan je, nou, dat is helemaal gratis. Natuurlijk doe je dat gratis. En dan vraagt ze iemand weer wat aan je, en dat doe je helemaal gratis. En dan vraagt ze iemand weer wat aan je, en dan zeg je van, joh, vanmiddag heb ik geen tijd. En als er iemand dan moeilijk gaat lopen doen, dan heb je dat je een geval hebt. Ik ken het geval van een vrouw en die ging als een vriendin van de moeder van mijn kind. En die had dan hulp nodig bij dingen. Heb ik die vrouw geholpen. 3 keer. Alles bij elkaar, een uurtje of 14, 15 of zo. Was ik bij haar bezig. En toen moest onze tuin gesnoeid worden en zij zou snoeiadvies kunnen geven. Alleen maar snoeiadvies, meer niet. En de moeder van mijn kind die zou dat wel even allemaal gaan regelen. En die kwam met het antwoord van nou, zij heeft er geen zin in. En dan denk ik, oh. Ik ben 15 uur voor haar bezig geweest. En nu vragen we wat terug. Wat niet zoveel is. Zij had geen baan. Uitkering. Nou, moet ze even op de fiets even langskomen. Lopen we de tuin in. Moet ze even zeggen, nou, die moet je kort houden. Die kan je wat langer doen. Zo. Nou, dan gaan we daarna gezellig thee drinken. Zo'n appeltaartje erbij krijgen. En dan op de fiets weer terug. En dat is anders. Heeft ze toch een leuke middag, of niet? Maar dat doet mevrouw nog niet. Nee. Nou, dan weet je dus dat je met zo iemand te maken hebt. Die mensen registreren niet wat je voor ze doet. Die moet je niet trosten. Het zijn de mensen die na tijden nog weten dat je iets voor ze hebt gedaan. Die moet je trosten. En de rest links laten liggen. En dat begint in het persoonlijke contact, op het persoonlijke vlak begint dat. Erg bizar. Het komt allemaal neer op elkaar, degene die het nodig hebben, te troosten. Zonder dat je er iets voor terug wil. Je helpt iemand er bovenop. En die functioneert dan weer. Ja, zo help je een ander. Maar mensen die de God ganse tijd op hun rug liggen te kermen. Als die kever in dat boek Het Proces van Kafka. Wat is er nou weer aan de hand? Die mensen moet je niks mee te maken hebben. En die kan je heel hulpbehoevend vinden. Maar het heeft niet zoveel zin. Om met boze mensen om te gaan.
mensen die boos van hart zijn. Als ik laatst iemand gaat ergens over te zeiken. Nieuwe wereldorde of zo. Ik had weer iets gezien op internet en ik dacht, jeetje. Ik ben nou eens een beetje overal achter, hoor. Hoe die machine in elkaar zit, hè? Die geldmachine. Zo, nou, nou, nou. En waar blijft al dat geld, hè? Het is best simpel. Je moet ervoor zorgen dat de bevolking bijna niks te vreten heeft. Dus die willen gaan werken voor een habbekrats. Nou, het werk wat ze leveren is meer waard dan een habbekrats. Dus daar zit je winmodel. Dus dan gebruik je die mensen om gebouwen uit de grond te stampen. Treinbanen. Spoor aan te leggen. Zeg maar wat je wil. Vliegtuigen bouwen, wapens bouwen. Nou, en daar zit die meerwaarde in. En des te beter wij presteren, des te duurder. Des te meer meerwaarde. Hoe harder we werken, des te meer meerwaarde van ons arbeid. En wij werken ons drie keer in de ronde voor helemaal drie keer niks. Kijk, als je het hebt over een sociaal contract tussen een gouvernant en de bevolking. Dan is dat de gouvernant modaal inkomen verdient. Net zoveel als de gemiddelde, niet gemiddelde, maar... Je hebt inkomen van zo goed als bij nul. En dan heb je natuurlijk een belachelijk hoge inkomens. En daartussen zit een bubbel. En dan pak je de punt van die bubbel. Ja, nee, je doet 50%. Dat is modaal volgens mij. Ja. 50% van de mensen verdient minder dan jou. En 50% van de mensen verdient meer dan jou. Of jij. Dat is modaal. Nou, onze minister-president die verdient een belachelijk bedrag. Vergeleken met het modale inkomen. Dat slaat allemaal nergens op. Nee, die man wordt betaald uit de meerwaarde van onze slavernij. Want slavernij is het. Ja, maar slaven kregen helemaal geen geld. Ja, precies. En toen werden die slaven werden jaloers. Dus nou hebben we eindelijk geld. Ja, maar niet zoveel, hè? Mijn dochter heeft een tijdje in de supermarkt gewerkt. Voor €3,90 per uur. Nee, daar word je blij van. Een halve liter jus d'orange in de supermarkt. Waar ze werkt dan, hè? Dat kostte €2,50. Heb je wel lekkere jus d'orange, hè? Ja. Die zijn bijna vers geperst, of zo. Dure jongetjes. Nee, niet, nee, 250 milliliter heb je dan. Voor meer dan €2. Moet ze meer dan een half uur voor pliep, 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 pliep. En onze bouwvakkers, al die jongens die echt het werk doen. Die lopen allemaal te bouwvakken of geld in de rond aan het schuiven. Stomme software te schrijven. En daar wordt zwaar geld aan verdiend. Aan de meerwaarde van de arbeid die plaatsvindt. En er wordt een heleboel mee gefinancierd.
wij wonen in, ja, in moet maar, banlieues of zo. En wij onderhouden die grote, dure villa's. Op een of andere manier. Bijvoorbeeld door ja, die verplichte gezondheidszorg. En waarom? Waarom moet je je verplicht verzekeren voor je gezondheid? Ja, voor het geval dat. Ja. Er is een tijd geweest, betaalde ik €400 in de maand aan verplichte. Ja, was verplicht eigenlijk. Meer dan €400 in de maand. Belachelijk, man. Voor wat? Ik ging helemaal nooit naar de dokter. Nou, die poen die blijft ergens hangen. En dat heeft die verzekeringsmaatschappij aan mijn lichamelijke bestaan niks gekost. Wel heb ik iedere maand betaald. Joho. Nee, want dat is leuk. Daar word je heel vrolijk van. Dus wij denken wel heel veel geld in handen te krijgen, maar dat is helemaal niet zo. De waarde van ons geld, die is gedaald. Zelfs de IKEA wordt duur. De waarde van de producten die is gedaald. Dat is allemaal te duur. Het wordt niet meer verkocht. In de supermarkten. Ja, het aanbod vind ik smakeloos. Als hier bij de Spar. Daar verkochten ze linzen. Ik kon niet vinden. Vragen die jongen. Weet jij waar de linzen liggen? Nee, zei hij. Die hebben wij niet meer in het assortiment. Ik zei, oh. Ja, zei hij, we hebben wel kant-en-klare pakjes met linzensoep. Ik zei, nee, die hoef ik niet. Oh, linzensoep kan ik zelf wel maken. Lekker hoor. Heel vullend. Valt bijna niet te verpesten. Niet vergeten te roeren elke 20 minuten. En zo is dat aanbod in de supermarkt helemaal zo. Wat ik ook zo gek vind, is dat in Arnhem, was hier in de jaren 78 of zo, had je in het centrum, ongeveer in het centrum, 5 viswinkels. 4. Zo. 3, nou, zoiets. En nu heb je er nog maar 1. 1 viswinkel. En die viswinkel, dat was ooit de luxe. Zo. En er stonden mensen in de rij, allemaal zo'n bonnetje trekken. Nou, dat hoeft nou niet meer. Het gaat denk ik nog wel, hoor. Ze zijn zo blij. Maar ik vind het wel gek. En je gaat mij niet vertellen dat mensen die verse vis kopen via internet. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar dan gaan ze naar de markt. Nou,
Hier in Arnhem had je vroeger 3 dagen per week had je markt. Dus op woensdag de ochtend, vrijdag dan wat later of zo nog. En op zaterdag van 's morgens tot 's avonds. Dat is nu alleen nog maar op vrijdag en zaterdag. Wat eten die mensen dan? Je had hier een hele goede groenteman. De oude moestuin. Die had ook een filiaal in Wageningen. Een heel ruim aanbod. Allerlei soorten appels. Artisjokken, zeg maar. Kousenband. Wat je maar wilde, man. En niet duur. Nou, die man die heeft dat grote pand toedeledokie gezegd. En toen is hij in een steegje bij de bijenkorf. Is hij doorgestart. En in zijn eentje. Eén hulp erbij of zo. En dan nog steeds lekkere bijzondere dingen. Het lekkere peultjes. Goede spersiebonen ook. Maar zijn peultjes, die vond ik echt lekker. En voor kruiden, en gember, soorten pepers, en tijm, en, zeg maar. Koriander. Lekker hoor. Ja, de kleine winkeltje is ook weg. Ah, de Bijenkorf is pleiten. Vrouw met Reesman is weg. Denk je? Ik weet niet waar het allemaal naartoe gaat. Ik weet wel dat mensen niet meer naar de winkel gaan. Dus misschien dan slaan ze, ja, weet ik veel. Bestellen ze via internet 50 kilo bonen en die gaan ze hamsteren. En wat eten we vandaag? Nou, we eten bonen totdat de bonen op zijn. Misschien dat dat het is. Kan me moeilijk voorstellen. Nee, dat is de toestand van de wereld. En hoe moet je die mensen troosten? Nee, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het wordt er geen haar beter op. Hoor. Oh, leuk, ik zat bij het streetcafé. Een paar maanden terug. Zo. En naast mij zat een man, sprak correct Nederlands. Zo. Maar die kwam niet hier vandaan, dat donkere huid. Suriname of zo. Misschien hier geboren of zo. Nee, ik denk het niet, dat ben ik op latere leeftijd. Hij zei van, voor jullie ouders, jullie oude vandaag, of de oude vandaag van Nederland. Maar zeer zeker die van ons. Want die toestroom vanuit het zuiden, dat zijn overwegend jongere mensen. Dus in de bejaardentehuizen liggen overwegend blanken. Die blanke mensen worden helemaal niet zo goed opgevangen. Ze dank je wel dat je het weet. Kijk, dat is een woord van troost wat zo iemand dan biedt. Ik denk wel, zie je wel. Er zijn genoeg van die buddenlanders, die begrijpen het ook wel. Die snappen wel dat Nederland is niet de kermis of zo. Het ding-dong, we hebben een winnaar. Nederland is verworden tot een soort van Auschwitz. Het belachelijke openbaar vervoerssysteem. En een afdracht aan de Europese Unie. Zo, dat doe ik net. En wat doen die jokers ermee? Een beetje stomme gebouwen lopen bouwen. Dan snap jij het, snap ik het hoor. In Brussel is de hoofdstad van Europa.
Nou, ik dacht dat Amsterdam de hoofdstad was. Nee, Amsterdam is de hoofdstad van Noord-Holland of zo. Nee, Amsterdam is de hoofdstad. Ja, precies, ja. En de regering zit in Den Haag. Ja, klaar. Je kan de regering misschien beter naar Utrecht verhuizen. Het ligt wat centraler. Ja, wat moet de regering nou ook doen? Ja, we willen de hele dag vergaderen over het welzijn van de Nederlandse bevolking. Ja. Hou een enquête. Hoe gaat het met u? Gaat het beter dan vorige week of minder goed? En dan als het beter gaat, dan vraag je waarom. Nou, wat categorieën. Nou, dan kan je precies vinger aan de pols houden. Iedereen die wat te mekkeren heeft. Ja. Vult de enquête in. En dan een stukje artificiële intelligentie erbovenop. Die dan een kaartje tekent met oranje gebieden. Daar voelen mensen zich de afgelopen weken veel minder goed dan in het jaar daarvoor. Dus er moet wat gebeuren. Ja, meer moet een regering naar mijn mening niet doen. Een Europees leger, ik zou niet weten waarvoor. Worden we binnengevallen door mensen uit Afrika of zo? Ja, met legers dan of zo. Hele grote aantallen van die mannen. Een jaartje of 18, een jaartje of 28. Strijdbare leeftijd. Ja, inderdaad, die komen hier naar binnen. Maar een Europees leger gaat dat niet tegenhouden. Die gaat dat eerder begeleiden. Heb je dat weer? Dus daar wil je niks mee te maken hebben, snap je? Met een Europees leger. Niet ons ding. Maar dat hebben we wel. En wordt onze stem gehoord? Nee, helemaal niet. Ja, maar dan gaan we allemaal niet meer stemmen. Nou, dat is er niet, hè? Wel eens een punt dat je... Hoeveel mensen hebben er nou gestemd? Ooit gehoord van stemfraude? Neem het stemmen aan zich. Waarom heb je niet een overheidswebsite waar jij dan op een bepaalde dag... Die wordt van tevoren even aangekondigd van iedereen mag even stemmen. Of je mag stemmen tot en met 13 mei of zo. En dan gaan we de zetels verdelen. Dat kan toch via internet? Nee, dat gaan we heel ingewikkeld doen met... Ja, met geheimhouding, daar komt het neer. Jouw stem is geheim. Dat is, en dat vind ik gek. Zoals jij stemt op een bepaalde club of voor een bepaald idee of zo. Dat mag iedereen toch weten. Is dat nou? Ja, dat is het. Los daarvan. Waar stem je op als je stemt? Op een kleur? Ik stem blauw. Ja, samen. Ik zou willen stemmen voor een
een contract tussen ons en de overheid. Wat willen we nou wel en wat willen we nou niet? Wat de overheid doet. Dat zou leuk zijn als je iets als rechtspraak, dat je dat legaliseert. Dat dat van de overheid afkomt. Maar ja, als je naar de rechter gaat, iemand gaat er betalen hoor. Dat hoeft niet per se uit de algemene middelen te komen. Toch ook de kosten van rechtskosten. Of zo. En als niemand ruzie heeft, nou ja. Ja, dan gaat die rechter gaat op wachtgeld. Hij zit te wachten tot er iemand ruzie krijgt. En dan kan hij weer aan de slag. Politie vind ik nergens voor nodig. Militie, dat lijkt me nuttig. Al die jongens lekker op sportkamp. En dan mogen ze in touwen klimmen, een vuurtje stoken. Voor mij dan midden in de winter. Gewoon leuke dingen doen. Beetje knallen met pistolen. Niet op konijntjes natuurlijk. Of in oude gebouwen van half vervallen fabrieken. Dus gaan paintballen. Dat is ook leuk. En een beetje oefenen. Nou, die vormen de militie. Regionaal aangestuurd. En als er in een buurt bepaalde mensen zich vreemd gedragen, dan krijgen ze een filmpje te zien. Die wordt opgeslagen in een dossier. En als iemand weet wie dat is, dan komt nog een filmpje binnen. Dan gaat de politie patrouilleren of zo. Dan wordt zo iemand opgepikt en die wordt naar het ziekenhuis gebracht. Het krankeninstituut. Als iemand is gek. Die gedraagt zich gek. Dus die is ziek. Die moet naar het ziekenhuis. Naar de gevangenis. In een dwangbuis of zo. Net zo lang tot hij rustig is. En hoe lang? Jo, dat is niet van ons. Dat is aan het ziekenhuis. We willen wel graag weten dat als die losgelaten wordt, waar die losgelaten wordt. Lijkt me niet meer dan redelijk. Met politie heb je verder, je hebt die dienst niet nodig. Gezondheidszorg. Dat is leuk. Ja, dat je een brandwondencentrum hebt en een botbreukencentrum en zo. Laten we nog een video. Maar tegenwoordig hier in Arnhem heb je zo'n heel groot gebouw en behandelen ze van alles. Maar de rapportcijfers qua productie van gezondheidsbevorderende handelingen, nou, is niet hoger. Zijn er iets van? Zo 1 op de 5 kwalen of zo, waarmee je naar de allopaat gaat, kunnen daadwerkelijk behandeld worden. Dus je moet een heel duidelijk patroon hebben of zo, qua diagnose. Maar als die lui denken van, oh ja, we gaan nog een testje doen, dan moet die volgende week even terugkomen. Ja, ze testen net zo lang door totdat je
Bingo. Ja. En wat heb je dan? Ja, iets wat ze gevonden hebben. Ja, maar iedereen heeft altijd wel wat. Bij mijn moeder hadden ze gevonden dat haar bloedijzergehalte, het was ja, aan de lage kant. Alarmerend. Dus kreeg ze pillen voor. En daar werd ze ziek van, joh. Toen, ja, stoppen snel met die pillen doen. Nou, ze stopt met die pillen. Nou, ze knapt gelijk weer een stuk op. Ja, mijn moeder heeft dus kennelijk van nature een laag bloedijzer gehad. Zit altijd al aan de lage kant. Bloedarmoede of zo. Ja, bij sommige mensen is dat chronisch verder. Daar moet je niet aan komen. Mijn moeder heeft dat. Het komt ergens vandaan, maar dat kunnen ze niet vinden. Daar hebben ze geen kijkers voor. Ja, die hele allopathie, ja, laat maar zitten. Onderwijs hoeft mij ook niet. Kinderdagverblijven, buurthuizen, dat vind ik belangrijk. Sportclubs. Sportclubs, kinderdagverblijven, buurthuizen. Ja, maar er moet wel toezicht zijn. Ja, als het een buurthuis is, dan is er altijd toezicht. Als je die functies combineert. Kleine kinderen, die krijgen daar, weet ik veel wat, yoga les of zo. En andere dingen gebeuren er ook. Voor de rest onderwijs, laat maar zitten. Wat je nodig hebt is dat kinderen leren lezen en ze leren rekenen. En dat ze ook ergens onderweg gaan begrijpen dat Groningen aan de rechterkant ligt van Friesland. Vanuit het zuiden gezien. Dat ze weten waar de Sahara ligt. Iets van de geschiedenis weten. Maar zoveel werk is er niet om die kinderen dat te leren. Het hoeft zeker niet voor zoveel uren in de week. Omdat de moeder van mijn kind wilde werken, was het wel handig, dat onderwijs. Ik zou zo snel niet geweten hebben wat we dan anders hadden moeten doen. Er was geen alternatief. En het was ook een keer verplicht. Ja, dan doe je maar mee. Maar wat die kinderen daar geleerd hebben gekregen, sorry hoor. Ging wel erg langzaam. Toen mijn dochter met het primair onderwijs klaar was, dan kregen ze op de HAVO, kregen ze wiskunde. Dat was helemaal zenuwachtig. En wat bleek dat te zijn? Nou, dat ging over staartdelen. Iets was 1000 gedeeld door 14. Ja, dat kon ze niet. Nou, die heeft ook lekker geleerd op het onderwijs. Nee, dat was niet zo bi. Kwaliteit is erg laag voor het, ja, het geld wat het kost. Je hebt dan één toezichthouder, 25 kinderen of zo. En ze houden de kinderen wel bezig, dan niet van. Maar kinderen moeten ook leren om zichzelf bezig te houden. Ga maar wat voor jezelf doen.
een toezichthouder op zo'n gebeuren, ja, wat moet hij nou doen? Ja. Beetje thee inschenken. Allemaal die bel laten rinkelen. Het is pauze. Dan moet ik allemaal wat anders gaan doen. Dat gaat er weer. En als je de toetsen, dat neem je via internet, kan je je kind even laten toetsen. En goed kijken dat hij niet vals speelt. Ja, en dan kijk je wat hij scoort. Ja, en dan weet je. En wat wil je kind? Wil je kind wiskunde leren of schaken leren? Weet je, kijken waar de aandacht zit. Nou, dat is leuk in onderwijs. Heb je nog van die dingen als koksscholen? Zo. Nou, er moet dan wel iets met een beurs zijn of zo. Maar moet er van de overheid komen? Nee, dat weet ik niet. Mijn vader die heeft dat onderwijs gedaan, koksonderwijs. Dat was denk ik gratis voor hem dan. Hè? Hij werd een hele goede kok. Dus daar heeft men een hoop lol van gehad. Dat vind ik dan verder wel oké. Okay. Maar dat kan betaald worden door het bedrijfsleven, hoor je. Krijgen ze zo de poen maar weer terug. Ja, wie moet je troosten? En hoe doe je dat? Dat is aan jou. En volg het woord van Christus Jezus daarin. Ik dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik hier tjus. En dag lieverds.